De 26-jarige verdachte woont pal tegenover een speeltuin. Buurtbewoners van de wijk Fatima omschrijven de verdachte als een normale jongen. Ja, hij had een gewoon een vriendin, hij was gewoon werkzaam en hij was ook een voetbaltrainer. Ja, daar schrik ik absoluut van voor zo iemand. Ik helemaal niet gedacht dat hij zoiets in zijn staat zou zijn. Maar heel veel mensen in deze buurt die hebben kleine kinderen. Ja, ik denk dat die mensen nog meer geschokken zijn dan ik. Andere buurtbewoners bevestigen het verhaal van buurman Yildas. Iedereen is geschokt en verbaasd over de aanhouding. De verdachte zou op donderdag 9 februari een vijfjarig meisje in Oudenbos hebben ontvoerd. De politie vermoedt dat het meisje ook seksueel misbruikt is. Zij detail, de man trainde ook een jeugdelftal bij voetbalclub DVO 60. Als we scheidsreizen tekort kwamen, hij wou altijd fluiten, hij was altijd bereid om ons te helpen. Dus ja, als vrijwilliger hadden we geen enkel probleem met deze man. Hij is in augustus 2011 lid geworden, geen klachten, goede leider, trainer van DVO. Vandaar het mysterie, laat ik het zo maar zeggen. De Roosendaler was ook beginnend filmmaker bij filmproductiemaatschappij White Goat in Hengelo. Daar werkte hij aan een film over een jongen die op een gewelddadige manier afrekent met kinderen op de school waar hij gepest wordt. Ik heb duizend bij, dat moet genoeg zijn. White Goat laat weten dat het niet zeker is of de film er komt na de aanhouding van de Roosendaler. Ook al wordt die vrijgesproken. De verdachte heeft in het verleden meer films gemaakt. Het thema daarbij is bijna altijd moord en geweld. U heeft ook zo'n filmpje bekeken. Uh, wat was uw reactie? Uh, schokkend, en ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen. Schokkend. De rechter in Breda heeft vandaag bepaald dat de man voorlopig vast blijft zitten.